komen dus thuis. Onze straat in. En... Oh! Ah! Oh mijn god! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Good morning! Het is oudejaarsdag. Ik heb lekker stoofvleesje, want mijn vrouw die kan gewoon koken. Dat wisten we nog niet. Nee. Lekker stoofvleesje met wit brood, lekker soppen, heerlijk. Ik ga zo meteen sporten. En ik wil dus eventjes met de camera door de wijk gaan fietsen. Om eens te kijken of dat we wat van die spannende verhalen die we op het nieuws allemaal meekrijgen. Of die ook in het echt zo spannend zijn. Dus met gevaar voor eigen leven. Dus met gevaar voor eigen leven. Wat is dit? I stuck the back. Gevaar voor eigen leven. Met gevaar voor eigen leven ga ik door de wijk fietsen. Met gevaar voor eigen leven ga ik door de wijk fietsen. Gevaar voor eigen leven. Dus ik ga eerst even sporten en daarna ga ik met gevaar voor eigen leven ga ik door de wijk fietsen. Dus even kijken wat we allemaal tegenkomen. Welke straatskoffies, vuurwerk, crimineeltjes we voorbij zien fietsen. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar ja, als ik vanavond met één hand minder zit, dan weten we genoeg. Ja, ik zei natuurlijk dat ik op de fiets zou gaan, maar ik dacht laat ik met de auto gaan. Want dan kan ik hem gelijk eventjes schoon laten maken. En ik ben nog geen kilometer onderweg. En er gaat me net nog een bom af, jongens. Wil je niet weten, het zijn gewoon dynamietstaven die ze hier afsteken. En dat was nog vrij dicht bij huis ook. Ja, weet je, ik vond het vroeger ook hartstikke leuk, hoor, het vuurwerk. En ik heb zelf ook wel een verhaal dat ik bijna mijn hand heb afgeblazen met zo'n... zo'n rode, zo'n hele dikke, met zo'n schietlont, weet je, van zo'n matje. Dat ging bijna mis. Maar ja, ik ben niet vergeten wat de spanning is en hoe leuk het is. En je bent dan wat ouder en je ziet toch wel meer gevaar. En je vindt het gewoon zo eng als het een dierbare overkomt. Kijk, Jesse is nu nog klein, maar ja, over 10, 15 jaar wil hij natuurlijk ook vuurwerk afsteken. Maar ik denk, tegen die tijd is er geen particulier vuurwerk meer en dan hebben we gewoon vuurwerkshows. Dus dat is dan een meevallertje. Hoef je ons daar niet meer druk over te maken. En we gaan even naar King's Car Wash. Hopen dat die open is. En dan zal wel René ook weer blij zijn met een schone auto. En hopelijk kunnen ze die kras nog een beetje wegpoetsen. King's Car Wash maken ze gewoon binnenkant, buitenkant voor het topje schoon. En voor een grote autopartij wel even wat extra, maar als het lopen is, dat is een grote auto. En in de tussentijd pak ik even een lekker bakje in de wachtruimte. En rijden we zo meteen gewoon weer lekker in een frisse waggie. Ik ga het zelf niet doen in ieder geval. Er zijn erbij die dat echt graag doen. Voor de lens schoonmaken. Ik moet het leuk vinden om de auto zo te poetsen, weet je wel. Nou, ik vind er echt geen klap aan. Dus dat laat ik lekker doen. Het motortje vind ik nog niet zo erg, dat is zo gedaan. Maar... Nee, die auto die laat ik lekker doen. Nou, ik ben een stukje door Scheveningen gereden en een stukje door Duindorp. Ja, er zal vast wel wat gebeuren hier en daar, maar het was allemaal rustig en geen gekke dingen gezien. Nu sta ik weer in de file. Het wordt druk op de weg. En mensen willen natuurlijk naar de locatie, naar de feest, naar de familie, vrienden, thuis, boodschappen, weet ik veel, vuurwerk. Dus René is ook zo klaar met werken. Dan gaan we maar klaarmaken en richting Tilburg. Begrepen dat het heel mistig gaat worden. Dus dat wordt nog wat voor de terugreis. Maar we moeten sowieso terug, want ik moet morgen werken. Dus, ik dacht ik even sirenes zag, maar... Sirenes zie je niet, die hoor je. Zwaailichten, die hoor je niet, die zie je. Blijven. Maar het was allebei niet, dus... Nee, we gaan lekker naar huis, omkleden en... Tilburg. Ah, kan mij hier zijn.
We hebben al een pre-show. Zo. Zo. Hè? Rakketetak-tak. Rakketetak-tak. Dat is mooi, hè? Rakketetak-tak. Krakakakaka. Kijk, ja. Oh, kijk, kijk, kijk. Het is oudjaarsavond en we zijn gezellig naar Tilburg gereden. Naar schoonmama. Nou, ik heb wel verteld dat ik naar de wijk, door de wijk ging en zo. Oh, en bij wel. Bij King's Car Wash ben ik geweest en zo, dus... We zijn in Tilburg! Bij schoonmama! Buikje rondgegeten weer. Buikje rondgegeten. En, oh, de cake is wel lekker, maar wel droog. Blijft hangen. Ja. Welke is het? Die ene. Die wil ik ook zo. Klaar, cake. We hebben al een pre-show gekregen van al een vuurwerk. Ja, ik had je verteld tegenover ons zit die kamp. Of bij mijn moeder dan. En die zijn... Die zijn jou de hele dag aan het knallen aan de overkant. Ja. Oh my god. De hele dag. En dat zijn geen rotjes? Nee. Maar zeker heel mooi sier. Ja, dat was vorige keer was het in ieder geval echt heel erg mooi. Dus hopelijk nu weer. Ja, ongetwijfeld. We wachten even op Jesse's laatste fles en dan gaat hij slapen. En dan gaan we hem wel wakker maken voor 12 uur, toch? Ja. Om hem wakker te maken. Ja. Nou, je zus is daar, dus de fles kan gegeven worden. Oké, doei. Okay. Tot zo. Doei. Weet je zeker dat dit alle kleinkinderen zijn? Volgens mij wel. Hè? Tissen. Tissen dan. Ga je poppen? Ja. Het is nog niet eens 12 uur, man. Nee, dat weet ik. Ja, maar we hebben er al drie. Ja, dat scheelt, hè. Hè? Het is net vuurwerk, dit. Wat? Het is net vuurwerk. Er zit geen vuurwerk in. Nee, we hebben een 1,5 liter fles. Ik heb mama gehad, super lief. En als ze die om 12 uur op zeven maken, dan. Ja, dan drinken we niks. Nee. Dus we gaan gewoon nu alvast. 10! Magisch kusje. Fucking hell, niet normaal, man. Ze zijn echt. Het is 10 voor nu. Ja, dat is echt niet normaal. Dit zijn. Oké. Mijn oren naar de kloten. Ja, ik weet niet of het nou heel mistig is of dat er gewoon heel veel rook hangt. Jezus, ik ga weer naar midden. Dat wordt zo meteen wat. Wow. Ja. Nog 1 minuut. Waar is mijn vrouw? Kijk. Nou, natuurlijk heel lastig. Ik heb een hoofd.
ben doof en blind tegelijk. Ik heb alles in mijn haren gehad. Ja, ik vind het helemaal prachtig. Nou, het is 12 uur geweest. 2020 is begonnen. Ja, en iedereen ontzettend mooi, gelukkig, liefdevol, fijn, prettig, gezond en vooral gezond. Nieuwjaar. En met heel veel nieuwe vlogs en heel veel leuke dingen. En zo is het maar net. Blijf het volgen. Ja. Vond je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. Abonneren. Belletje uitzetten. En dan zien we jou tot de volgende keer. Ciao, ciao. We komen dus thuis onze straat in en een of andere barricade opgeworpen hier en Oké, dan. Zullen we de politie bellen? Ja, zouden ze dat niet al weten, denk ik. Ja, dit is natuurlijk Ja, we moeten omrijden via de Brink dan. Geen 112 call. Nee, ik zou gewoon 0800 bellen. Maar ja, waarom is dit voor een reden? Als u het door moet, moet u gewoon even 112 bellen. Ja, maar 112 is natuurlijk calamiteit. Ja, druk weet je, maar het versperren van de rijweg is ook calamiteit. Ja, ja. Maar kom je van die kant af? Is er nog meer? Is er nog meer aan de hand? Nee, het is gewoon aanbaar. Het zijn alleen een paar Mongolen. Ja. Oh, oké. Okay. Fietsen. Okay. Liggen er nou fietsen bij? Ja, er ligt van alles, joh. Het is, het is gewoon zooi. Ja. Tuig. Ja. We wonen erachter, dus dat is ook jammer. Ja. Nou, gaan we even bellen. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We gaan door. Dankjewel. Ja, liefie. Ja, liefie. Politie. Oké, ga maar even achteruit, ja. Want we zitten met een baby in de auto. Ja, wat wil je doen dan? Wat gaat die doen dan? Ja, rij maar naar achter, liefie. Wat gaat hij doen dan? Ja, I don't know, maar ga in ieder geval even een beetje er vandaan. Want ik vind het ook van die Mongolen die. Kan je niet gewoon achterrijden? Ja, maar als daar. Ze hebben hier heel de bus, heel de halte vernield. Oh. Oh. Fucking hell. Ik snap niet dat hier nog niemand voor gebeld heeft. Ja, liefje, we zijn bijna thuis, schatje, patatje. We hebben dus het tramhalte vernield bij ons. En ze hebben de weg geblokkeerd. Ze kan weg, ze gaan weg. Ik kijk niet zo aan. Ja, het is gewoon niet te geloven. Wat ze allemaal uitvreten. Deze halt is dus compleet vernield. Helemaal naar schootje.